Die primaire behoefte naar verbinden met de ander, die is zo ongelooflijk sterk, dat zelfs als we volwassen zijn, kiezen we dus nog heel vaak voor de verbinding met de groep, in plaats van voor de verbinding met onszelf. Luistert naar deze podcast. Mijn naam is Lopke, diëtist met een groen hart en host van deze show. Deze podcast staat helemaal in het teken van gezond en bewust leven, duurzaamheid en persoonlijke groei. Ik neem je mee in mijn eigen ontdekkingsreis naar een gezond, duurzaam en bewust leven en wil je op die manier een helpende hand bieden om de gezondste en groenste versie van jezelf te worden. Geniet van deze show en vergeet je niet te abonneren. En laat me middels een review of beoordeling weten wat je van deze podcast vindt. Jouw feedback is voor mij namelijk ontzettend belangrijk. Het helpt me enorm om relevante onderwerpen te behandelen en leuke gasten in de schijnwerpers te zetten. Dus laat alsjeblieft een review achter. Je input wordt echt zeer gewaardeerd. Luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik had in de vorige aflevering gezegd dat ik niet wist wanneer ik weer iets nieuws online kon zetten. Dat we op het moment dat ik dit opneem nog steeds midden in de coronacrisis zitten. En ik niet weet wanneer ik weer mensen mag bezoeken om interviews af te nemen. Maar ik had een foutje gemaakt, want ik kwam erachter dat ik nog wel degelijk een aflevering op de plank had liggen. Dus die ben ik zo snel mogelijk gaan editen, zodat ik jullie nog een leuk gesprek kan aanbieden. En de aflevering waar je zo naar gaat luisteren, dat is de eerste gast in deze podcast die voor de tweede keer terugkomt. Dat is namelijk Janneke van der Meulen. En eigenlijk was deze aflevering vooral het initiatief van Janneke van der Meulen zelf. Want tijdens een van onze vele telefoongesprekken had Janneke het erover dat we heel vaak praten over de voedingskundige rol van voedingen, de biologische rol, dat het ons inderdaad gezond en fit houdt. Of dat het ons ziek kan maken als we niet gezond eten. Maar we hebben het eigenlijk zelden over die andere rol die voeding speelt in de hedendaagse maatschappij. En die rol is misschien nog wel belangrijker tegenwoordig. En dan hebben we het over voeding wat ook een troostmiddel is. Of een middel om iets te vieren. Of een middel om liefde te benadrukken. Nou, en die rol die voeding heeft in deze maatschappij, dat is waar ik met Janneke van der Meulen een gesprek over heb gehad. En ik ga gewoon nog even niet te veel verklappen over dit gesprek. Janneke had een hele lijn uitgestippeld, een hele analyse gemaakt over waar we het over moeten hebben. Ik heb haar ook een beetje de regie gegeven in dit gesprek. En daar heb ik absoluut geen spijt van, want het is een hartstikke leuk en waardevol gesprek geworden. Dus ik zou zeggen, ga er gewoon lekker voor zitten, liggen. Of misschien luister je deze podcast graag tijdens een rondje wandelen of het hardlopen, wat het ook is, ga ervoor genieten. Maar voor ik de podcast start, wil ik je eerst, zoals altijd, wijzen op de sponsor van deze show. Dat is namelijk Yogi & Yousef. En Yogi & Yousef die verkopen de lekkerste dadels en dadelproducten. Daarnaast is het een bedrijf wat hard bezig is om de productie steeds duurzamer en maatschappelijk verantwoord te maken. Ze gebruiken bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen. Ze werken in het land waar de dadels worden geteeld, dat is Saoedi-Arabië, zoveel mogelijk met vrouwen, om die ook meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. En in Nederland werken ze bijvoorbeeld met de sociale werkplaats. Nou, een fantastisch bedrijf, maar voor jou het allerbelangrijkste. Ze maken echt de lekkerste dadels en dadelproducten. Ze zijn namelijk veel zachter en romiger dan je gewend bent vanuit de supermarkt. En hebben daarnaast ook een beetje een karamelachtige smaak. En heb je nou zoiets van, nou, ik wil wel overtuigd worden? Nou, ga dan naar de show notes. Niet gelijk eerst de podcast met Janneke luisteren. Maar als je dat gedaan hebt, ga naar de show notes. Klik op de link naar de webshop van Yogi & Yousef. En doe voor minimaal €15 een bestelling. Reken vervolgens af met de code LOPKE10. Ook die code vind je in de show notes. En vervolgens krijg jij 10% korting op je bestelling. En krijg je deze super lekkere dadels en dadelproducten gewoon aan huis bezorgd. Nou, we're back. De laatste keer toen was het hier een rommeltje. Ja. Toen zei ik ook nog zoiets volgens mij. Toen zei je, wie ben ik? Nou, meestal zeggen ze de omgeving. Toen zei ik, nou, een rommeltje. Ja, we wonen hier nu een aantal weken aan de Vinkeveense Plassen. We hebben heel wat schilderwerk verricht. We hebben er iets van 6 meter raam bij geplaatst. Dus we hebben nu ramen op zowel het oosten, het zuiden als het westen. Dus de zon die kan maar binnenkomen wanneer ze schijnt.
Prachtig. Ja. Nou, het is prachtig geworden. Het is heel mooi opgeknapt. Dank je. Top. Nou, we gaan het dit keer... Vorige keer hadden we het over jouw eigen leefstijl en wat het je brengt. Wat het anderen kan bieden. Nu gaan we eigenlijk op jouw initiatief... Gaan we het over iets totaal anders hebben. Gaan we het hebben over die andere rol die voeding heeft in onze maatschappij. En met anderen bedoel ik... Wij hebben het natuurlijk volop over de voedingskundige rol. Ja. Hè, biologische rol. En ja. Komen we nou voedingsstoffen tekort. En vertel jij eens over die andere rol die voeding heeft in de maatschappij. Waar we het over willen hebben. Het heeft vele rollen overigens. Nou, wat ik gewoon heel vaak... Hè, wij zijn beide coach. Wij begeleiden mensen ook één op één. En we zien mensen met overgewicht. We zien mensen met ondergewicht. En dan kan je die mensen met overgewicht kun je heel makkelijk aanpakken door te zeggen van nou, je moet minder eten, meer sporten. En die mensen met ondergewicht, daar hebben we dan ook weer zo onze tools voor. Alleen, ik noem dat altijd schilderen over het onderliggende lek. Mm-hmm. He, dus stel je voor, we hebben ergens een lek en iedere keer druppelt er water en die muur die wordt daar heel erg vies van. Dan kunnen we dus met nieuwe recepten, nieuwe... ingrediënten, nieuwe tools kunnen we met hele mooie verf over dat lek heen schilderen. En dan ziet het er een paar weken ziet het er prachtig uit. Maar ik denk dat het veel belangrijker is om dat onderliggende lek te repareren. Want waarom eet jij veel te veel? Of waarom eet jij veel te weinig? En dan komen we vaak op het punt dat we zien dat voeding dus niet alleen een fysieke rol bij die mensen vervult. He, dus die eten niet gewoon omdat ze honger hebben en drinken omdat ze dorst hebben. Nee, die gebruiken eten ook als genotsmiddel. He, dus om pijn te onderdrukken en om geluk te intensiveren als het ware. Mm-hmm. En die rol, daar wordt voor het gemak echt 1000 boeken... echt voor het gemak gewoon even 1000 keer overheen geschilderd. Ja, ja. Met fantastische kleuren. Maar als we dat lek niet gaan repareren, komen we niet bij de kern. Ja, en dan na een tijdje dan bladdert de verf er weer af. Ja. En dan gaan ze weer shoppen bij een andere zorgverlener. Ja. Dus ik ga dan heel erg naar dat lek. Van wat heb jij... Welke functies vervult eten nog meer voor jou? Ja. En dan zien we dat eten eigenlijk 3 functies vervult. Hè, dus die eerste, dat is dat fysieke... Waar veel mensen denken helemaal niet mee bezig zijn in deze maatschappij. Ik denk dat het echt totaal overheen wordt gegaan door heel veel mensen. Van de biologische rol die voeding speelt. Ja, maar wij zijn... Wij niet. en ook denk ik de meeste luisteraars hebben wel het gevoel dat er een relatie bestaat tussen wat je eet en hoe je vervolgens voelt en wat je presteert. Ja, absoluut. Dus laten we even aannemen dat die relatie er is. En dat betekent dus dat die fysieke rol van eten, die houdt in dat het je brandstof en je medicijn is. He, dus je haalt er energie uit en je haalt er voedingsstoffen uit, gereedschap, je medicijn. Zodat je weerbaar blijft in deze moderne wereld. Maar er zijn er nog 2 andere functies die eten ook vervult. En de 2e is een mentale functie. En de 3e is een emotionele functie. Nou, die 2e, mentaal, die is heel simpel. Oké, het is 12 uur, dus lunchtijd. Ja, die herken ik ook. Dus of je nou honger hebt of niet, dat maakt niet uit. We gaan gewoon lunchen. Mm-hmm. En we eten hier altijd brood met kaas, dus of je daar nou zin in hebt of niet, we eten gewoon om 12 uur brood met kaas. Ja, dus dat is heel erg die mentale functie. Dus je gaat niet voelen, heb ik honger, heb ik dorst, waar heb ik zin in? Nee, je eet gewoon, want het is etenstijd. En dan hebben we nog die emotionele functie. En daar krijgt dan eten ook heel erg de functie van genotsmiddel. En dat is dus om pijn te onderdrukken en geluk te intensiveren. Nou, dan hebben we 100.000 voorbeelden. Ik ben jarig, dus ik ga trakteren. Hè, of je nou honger of dorst hebt, dat maakt niet uit. Er is iemand jarig, dus we gaan worst, kaas, gebak eten, cola drinken. Gisteren hoorde ik nog iemand zeggen... Ja, de champagne staat al in de koelkast. Als de koop van het huis doorgaat, dan proosten we. Oh ja, dat hebben we nou honger of dorst, maakt niet uit. Maar de koop van het huis gaat dat door, gaan we zuipen. Ja. Het is oud en nieuw, dus we vreten oliebollen. Oh, sorry, ik zal... en zo hebben we
troost. Want dit zijn eigenlijk allemaal vormen van emotie eten. Maar heel veel mensen die denken bij emotie alleen maar aan die negatieve emotie. Maar er zit natuurlijk ook een positieve emotie, een positieve vorm van emotie eten. Dat is vieren. Alles vieren. Ja, dus het aankopen van een huis vieren, zwemdiploma vieren. Mijn moeder vertelde gisteren nog dat die werkt in het ziekenhuis. Die heeft dus dagelijks iets van 10 kinderen die daar aan hun gebit worden geopereerd. Hè, want die hebben een voedingspatroon zo laag in vitamine en mineralen dat die kinderen hebben dus niet de bouwstof om een gezond gebit op te bouwen. Dus dat is vaak al helemaal rot tot aan het tandvlees. En dat moet dan operatief verwijderd worden. En mijn moeder zei, ook al zijn die kinderen nog helemaal misselijk van de narcose en hebben ze nog hartstikke veel pijn, er is afgesproken dat als de operatie klaar is, dan gaan we dat vieren bij de McDonald's. Serieus? Oh. Dus we hebben eten en drinken gekoppeld aan allemaal andere redenen dan fysieke behoeftes. En naast dat het mijn missie is om Nederland het eerste veganistische land van de wereld te maken, is het ook mijn missie dat we gewoon eten en drinken weer heel nuchter, heel simpel gaan doen voor onze brandstof en onze medicijn. Weet je wat het leuke daaraan namelijk is? Dan is er ook meer dan genoeg voor iedereen. Mm-hmm. Maar omdat wij dus de hele tijd koffietjes willen drinken, hè, de koffieboon, super intensief proces, chocolaatjes willen eten, ook compleet nutteloos, verspillen we eigenlijk superveel kostbare, vruchtbare aarde voor dingen die helemaal niet echt nuttig zijn. En nu kan ik me voorstellen dat dat klinkt van oké, dus je drinkt geen koffie en geen chocola en wat is er over? Lekker saai. Ik merk dat het onwijs bevrijdend werkt als je gewoon heel nuchter en simpel eet vanuit fysieke behoeften en that's it. Ik zeg altijd, dan ben je vrij en vrij zijn we blij. Mm-hmm. Want ik geef soms ook lezingen aan groepen vrouwen. En dan vraag ik altijd van, je zit op kantoor met nog 30 andere vrouwen. Dus iedere dag bijna wel iemand jarig. En dan komen die ongelooflijke lekkere soesjes weer langs en gebak. En wat blijkt nou? De helft van die vrouwen, meer dan de helft, ik rond het, ik denk 90% en eerlijk gezegd 100%, vinden het eigenlijk best wel vervelend de hele dag. Dan weer chocolaatjes, dan weer koekjes, dan weer gebak. Mm-hmm. En nu komt de grap. Want ik zeg dan gewoon, dat eet ik niet. Dat vinden heel veel mensen heel moeilijk. Heel moeilijk. Heel moeilijk. En waarom vinden we dat moeilijk? Omdat wij de diersoort zijn die het langst afhankelijk is van verbinding met zijn ouders om te overleven. Dus wij moeten verbinden met de groep als het ware. Wij moeten verbinden met onze ouders. Want anders overleven wij het niet. Dus die primaire behoefte naar verbinden met de ander, die is zo ongelooflijk sterk, dat zelfs als we volwassen zijn, kiezen we dus nog heel vaak voor de verbinding met de groep, in plaats van voor de verbinding met onszelf. Ja. Uit angst te worden afgestoten. Ja. En dat doen we niet bewust, hè? Dat doen we onbewust. En ik coach dan mensen heel erg erop. Durf, heb de ballen. Durf, creëer het lef. Bouw zelfvertrouwen op. Om te zeggen van, fantastisch dat je jarig bent. Ik wens je nog heel veel jaren stralend van geluk en gezondheid erbij. En, maar die troep, die eet ik niet. Zonde. Je wordt er dik van. Het is ongezond. Verspilling van grondstoffen. Ja. Dat vieren zit hem namelijk niet in dat gebak of in die taart. Of, dat is hetzelfde, of in die wijn of in dat bier. Nee, het vieren zit hem in het samen zijn. Ja. Ik denk dat ook heel veel mensen helemaal niet meer weten hoe dat echt moet. Echt vieren, zonder inderdaad dat iets met iets, iets te eten. Ja, en hoe kan je dat mensen kwalijk nemen? Want nee, absoluut. We leren het van jongs af aan. Ja. Jij zei al zo straks al dat mooie voorbeeld. Wie wordt er als kind niet verwend door zijn opa en oma met snoep? Ja. Hè, dus we hebben onbewust allemaal dingen gekoppeld aan eten en drinken. Terwijl ik zeg dan, haal die koppeling er lekker af. Dan kun je gewoon eten naar fysieke behoeften.
Nou, dan eet je ook vaak ineens een stuk minder en een stuk gezonder. Mm-hmm. Nou ja, en dat is fantastisch. Maar dan komen we nog even op een ander punt. En dat, want dat zeggen we nu eigenlijk ook al indirect. Ik noem wel eens het voorbeeld van mij en mijn zusje. Nou, de eerste keer dat ik bijvoorbeeld op een feestje was. Nou, hè, feestje gaat voor de meeste mensen gepaard met drank. Drank, ja. Nou, ik was 15, dat feestje. En inderdaad, er was ook drank. 15? En de topsporter in mij kwam naar boven. Want bij iedere Bacardi Breeze die je bestelt, kreeg je zo'n button. Mm-hmm. Nou, mijn shirt moest natuurlijk helemaal vol met buttons. Dus ik heb gesopen alsof mijn leven er vanaf hing. En ik heb me dus ook misdragen. Terwijl je dat nog nooit had gedaan ook. Dan valt het wel zwaar. Ja. Dus ik was dronken. Ik was zo verschrikkelijk dronken. Ik heb me misdragen. Maar de volgende ochtend, dat is wat vooral in mijn hele ruggenmerg zenuwstelsel zit opgeslagen. Hoe ongelooflijk ziek ik was. Mm-hmm. Ik was zo verschrikkelijk ziek. Ja, ik moest van mijn vader de hond uitlaten en afwassen. Maar het lukte gewoon niet. Ik heb alleen maar zitten kotsen. Daarnaast, nou, ik moest met de hond lopen. Dat ging al bijna niet. De volgende dag moest ik een wedstrijd spelen. Dat was niet mijn beste wedstrijd. Dus in mijn hele ruggenmerg zenuwstelsel zit alcohol gekoppeld aan pijn. Nou, daar hebben we mijn zusje. Beetje verlegen. Zelfbewust. Dus die ging drinken. En dat hele zelfbewuste en die verlegenheid, die verdween ineens. Die voelde zich ineens vrij. Die kon ineens contact maken met andere mensen. Dus er was een hele rem die er bij haar afging. Ja. Hoe denk je dat dat bij haar zit opgeslagen? Ja, fantastische ervaring. Fantastische ervaring. Hè, dus vrienden, feest, ineens minder schaamte, ineens zich vrij voelen. Ineens dat irritante zelfbewuste, dat werd ineens veel minder. Dus in haar hele lijf zit alcohol gekoppeld aan plezier. Maar zeg je daarmee ook dat die allereerste ervaring is per definitie de belangrijkste? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat ieder mens koppelt onbewust pijn en plezier aan alles wat hij meemaakt. En dat veroorzaakt dus vervolgens dat wij allemaal verschillende keuzes maken. Ja. Ik heb daarna nooit geen drank meer aangeraakt. Ja, dus ik ben al 18 jaar nuchter. Ja, mijn zusje, die drinkt bijna ieder weekend. Ja. Waarom? Voor haar is gezelligheid, vrienden, ontspannen, zichzelf kunnen zijn, hetzelfde als bier drinken. Ja, ja. Ja, en dan denk ik gelijk ook van, ik had ook wel eens een opa noemen, dat lekkere dingen wordt ook gekoppeld aan liefde krijgen. Of ja, liefde tuurlijk. Ervaren in ieder geval. Ja. Of liefde geven. Ja. Dat is in heel veel culturen zo. Ik bedoel, in de meeste culturen, als je daar zegt van, nou, dankjewel, ik hoef jouw eten niet. Dan zeg jij eigenlijk bijna direct van, dankjewel en ik hoef jou ook niet. Ja, ja, ja. Ja. En dus, dat komt dan denk ik weer een beetje vanuit vroeger. Hè? Want toen was eten natuurlijk, het was niet zo rijkelijk beschikbaar als het nu is. Dus als je dan iemand met lekkere of bijzondere dingen trakteert. En het was ook meer voor de elite sowieso, hele bijzondere gerechten. Terwijl tegenwoordig, je kan iedere dag marsen en Snickers kopen. Ze zijn niet eens zo duur, dus... Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat waar je vroeger misschien één keer in de maand een feestje had, waar je dan dus even vol ging drinken en je helemaal klem ging eten. Dat kan nu bijna iedere dag. Maar zoveel vroeger hoef je niet eens te gaan, hoor. Mijn vader, alleen ran jij in het weekend. Ja. Dat soort dingen. Ja, prachtig, hè? Dat is nog niet zo heel lang geleden. Ja. En alleen ran je in het weekend, maar als er gasten kwamen, ook 20 sigaretten op tafel. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dus dan, dus je ziet wel weer dat het kan wel veranderen. Ja. En dat hangt dus af. Waar ik dit voorbeeld ook vaak voor gebruik, hè, de pijn- en plezierprincipe, is stel je voor, jij hebt gedrag bij jezelf. Hè, heel veel vegetariërs hebben bijvoorbeeld moeite met kaas. Hè, ze willen er wel mee stoppen, maar ze vinden het ook heel erg lekker. Dus er zijn twee krachten die aan hun trekken. Van oeh, ja shit, dierenleed. Ja, dat moeten we wel even, denk ik, voor sommige mensen uitleggen. Maar kaas, ten eerste zit er vaak dierlijk stremsel in. En dat weten ook niet heel veel vegetariërs. Er was zelf ook zo één iemand die dat niet altijd doorhad. En dat natuurlijk het kalfje wat nodig is voor die kaas. Dat is met melk trouwens ook. Maar dat die ook uiteindelijk hetzelfde lot
te wachten staat en uiteindelijk ook geslacht wordt. Als je een stiertje bent, word je gelijk geslacht. Dus er kleeft wel wat bloed aan dat product. En dat is geen oordeel, dat is gewoon wat we observeren. Ja. dat bedoel jij met... vegetariërs zijn er soms wel van op de hoogte, maar die worstelen een beetje daar. Nou ja, stel je voor je komt er als vegetariër achter. Dan kom je er dus ineens achter van... die eten meestal geen vlees, omdat ze geen dierenleed willen. En geen onnodig dierenleed. En waarom eten ze nog wel zuivel en eieren? Omdat daar het verhaaltje omheen hangt dat dat zonder dierenleed is. Nou, hoe mooi is dat? He, kan je toch... Er hoeft geen dier voor dood. Nee, er hoeft geen dier voor dood. Dat is vaak wat ze denken. Nou, dan kom je er op een goede dag achter. Shit, er gaan dus wel heel veel dieren voor dood. Dus omdat ik kaas eet of een eieren eet, gaan er dus wel dieren naar de slacht. Ja, als je dat inzicht opdoet... Dan zit er dus niet alleen meer plezier aan kaas. Superlekker. Het wordt ook heel vaak verkocht als bron van belangrijke voedingsstoffen. En voor vegetariërs is het vaak een bron van eiwitten. Hè? Dat wordt dan ook door de diëtist vaak zo je geleerd. Dus er was alleen maar plezier rondom kaas. Ja. En dan ineens komt er ook pijn rond dat object kaas. Nou, en wat heel veel vegetariërs dan ervaren, die schuren met elkaar. Die trekken beide aan je. He, dus je favoriete recept, daar zit kaas bij. Dat vind je heel erg lekker. Maar er kleeft nu ook ineens pijn aan, namelijk dat verhaal van het dierenleed. Ja, en dan is het even de vraag, welke is sterker? Is die pijn sterker of is dat plezier sterker? Nou, en wat heel veel vegetariërs dan vaak in de beginfase ervaren, dan wint die en dan wint die. He, dus de ene dag kiezen ze voor het recept, andere dag hebben ze genoeg ballen en kiezen ze voor de vegan optie. Ik noem maar wat. Maar als je dus bij jezelf ervaart van, ik heb gedrag waarbij twee krachten aan mij trekken. En dat kun je vaak ontdekken door gedrag waar je de volgende dag spijt van hebt. Als je wel eens iets doet en je hebt de volgende dag heel erg spijt, dan weet je, dit is dus gedrag... Waar ik een dubbele, waar dus wat schuurt. Nou, wat kun je dan doen? Je kunt extra plezier gaan toevoegen aan het eten van de vegan optie. Maar je kunt ook, en dat werkt meestal veel beter, even wat pijn gaan toevoegen. Ik sprak gisteren heel toevallig een vrouw en die was dan vegetariër. Maar ze at nog wel eieren. En toen zei ik, wat gaaf dat u vegetariër bent. Wat is uw reden? Ja, ze zegt dat dierenleed... Dat is zo verschrikkelijk. Hè? Ik ook zo blij dat die beelden steeds meer en dat meer mensen... En ik voelde, deze vrouw is er klaar voor. Hè? Vaak dan vraag ik alleen maar. Hè? Stel ik gewoon hele... Ja, ik ben gewoon altijd super nieuwsgierig naar die andere persoon. Hè? Wat zijn de beweegredenen van die andere persoon? Maar ik voelde, deze vrouw... Die kon wel even wat pijn gebruiken op dat aspect. Haar lekkere eitje. Ik denk, dat kan haar net even dat duwtje in de rug geven. Dus ik zei, vanwege het dierenleed. Dus toen begon ik een beetje motivational interviewing te doen. Hè? Ik zei, stel je voor je wordt als mannetje geboren. Hè, als mannetjeskip, kan dat? Als haantje. Ah, weet wat. Je wordt als haantje geboren, wat dan? En je zag haar denken. En zo al vragende kwam ze erachter hoeveel dierenleed er ook aan een ei zat. En weet je hoe ze het gesprek afsloot? Ze zei, ik denk dat ik nu nooit meer hetzelfde naar een ei kan kijken. Hè, dus door even wat actief pijn toe te voegen. Ja, en die wat zwaarder te maken. Hè, want vaak is het enige argument wat we hebben voor dierlijke producten, is dat het lekker. Hè, lekker is het enige plezier. Lekker, gemak, bekend. Wat zijn nog meer plezierige... Ja, ik zit ook even te denken, maar ook wel dat heel veel mensen toch de diepe overtuiging hebben dat het nodig is. Nodig, hè? Gezond. Ja. Dus normaal, natuurlijk, noodzakelijk. Gezond, makkelijk, lekker. Dat is wel een beetje, hoor. Ja, dat staat vaak aan de plezierkant. Nou ja, en dan werkt het dus. En ik denk dat bij deze vrouw, die kijkt nooit meer hetzelfde naar haar ei. Ja. Dan werkt het dus om voor jezelf even actief pijn toe te gaan voegen. Ander voorbeeld, ik train vaak met een meisje. En die zei tegen mij, ik ben praktisch vegan, maar kaas... Ja, die had ik gisteren nog. Ja, wel? En dat was iemand met wie ik een interview had gehouden voor een dagblad. Ik weet even niet meer hoe het heette. Maar die had 3 weken experiment gedaan.
En die, die vertelde toen ook van... Hoe leef je zonder kaas? Want dat vond ik toch wel een hele opgave. Ze zei van ja... Het leven gaat gewoon door, zei ik. Ik kan me wel voorstellen, dat is gewoon een persoonlijk dingetje. Ik heb er nooit heel erg om gegeven, dus dat scheelt natuurlijk niet. Nee, dus jij hebt heel weinig plezier gekoppeld aan kaas. Ja, dat kun je maar wel Maar zij heeft waarschijnlijk wel heel veel plezier gekoppeld aan kaas. Want anders zou je zo'n vraag niet stellen. Ja. Hè, als je leven gelijk is aan kaas en we halen dat kaas weg, dan halen we dus ook bijna het leven weg. Ja. Maar goed, die vriendin van mij, die trainingsmaatje... Die zei van, ja, eigenlijk veganisme behalve voor kaas. Nou, ik zei, wil je er wel graag van af? Ja, ze zegt, want ik wil het eigenlijk niet eten. Hè? Super zout, super vet, super slecht voor het milieu. Super veel dierenleed kleeft eraan. Ze zegt, ik wil er eigenlijk wel mee stoppen. Mooie vraag ook, want dat zij dat zegt tegen jou, ze kent jou waarschijnlijk wel. Dat zegt al genoeg. Anders zou ze eerder met schaamte op de kaken zeggen van, ja, ik eet wel kaas. Maar waarschijnlijk zei ze tegen jou met het idee van, ja, geef me een advies. Wat kan ik doen om er vanaf te komen? Nou ja, ik denk dat het belangrijkste voor groei is dat je elkaar begrijpt in plaats van elkaar beoordeelt. Absoluut. En ik zeg altijd begrijpen in plaats van oordelen of begrijpen in plaats van overtuigen. Hè? Dat is ook iets wat veel veganisten, wat ik heel goed begrijp. Ja. Want je wil iedereen zo graag, je gunt het iedereen zo ongelooflijk. Dus het is zo... Je wil zo graag overtuigen, maar... Ja, voor sommige mensen werkt het, hoor. Er zijn mensen die gaan absoluut, er heel die goed vrouw op. Gisteren, dat voelde ik ook, die kan wel eventjes wat pijn gebruiken. Die geven we even een setje. Ja. Hè, maar bij deze vriendin zat ik gewoon heel erg in de stadium van vragen stellen. Hè? Oprecht nieuwsgierig zijn, wat beweegt jou? Dus ik vroeg aan haar van, zou je er wel mee willen stoppen? Ja, dat wilde ze dus wel heel graag. Nou, ik zei, wat dan werkt is vaak even wat pijn toevoegen. Ben je er klaar voor? Nou, ze vond het natuurlijk niet leuk, want ze dacht ik eet. Maar ze zei, ja, ik ben er klaar voor. Nou, ik zei, weet je hoeveel pus er in kaas zit? En hoeveel die tepels van die koeien, hoe vaak die helemaal ontstoken zijn en opgezwollen. En ja, hoe zielig dat ook is voor zo'n kalfje. Hè? Want als je als vrouwtjeskoe wordt geboren, word je dus direct... ook als mannetjeskoe. Maar als je als kalfje wordt geboren, word je dus direct bij de moeder vandaan gehaald. En als mannetje ga je naar de slacht. En als vrouwtje kom je heel vaak helemaal alleen, moederziel alleen, in zo'n hokje. Zit je daar in je eigen stront. Geen warmte, geen liefde. Ze zei stop maar. Ja. Dit was voor haar al genoeg. Dus die kijkt nu ineens heel anders naar kaas. Hè? Dus pijn en plezier. Dat maakt je ook heel compassievol naar andere mensen. Want... dat pijn- en plezierprincipe veroorzaakt dat iedereen andere keuzes maakt. He, waar ik dus echt gruwel van alcohol, kan het voor een ander heel erg fijn zijn. Dus en datzelfde is dus met dieren eten. Als jij dat verhaal van dat dierenleed niet kent, als jij dat verhaal van de impact op het milieu niet kent, als jij het verhaal van hoe slecht het voor je gezondheid is niet kent... Ja, hoe kunnen we dan verwachten dat ze een andere keuze maken? Ja. Want er is niemand die ons dat leert, hè? Ja, en hoe kan je dan verwachten dat op het moment dat jij afwijkt van wat de rest doet... dat daar niks van wordt gezegd of gedacht? Want dat zit ook in de natuur van de mens. Hé, die is heel anders, weet je? En, ja. En je drukt natuurlijk ook meestal, is mijn ervaring wel... niet altijd, trouwens. Soms dan staan mensen er helemaal voor open en dan zeggen ze... wow, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Ik had het letterlijk een keer op een verjaardag, dat vond ik wel een mooie... met een vrijgemeleerd publiek. Dat hij was een oom van mijn vriend. En die zei van... die ontmoet ik nooit, die mensen. dus, en daar heb je ook gelijk in. Ik bedoel, voor mij voelt het alsof de halve wereld al zo denkt. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Nee. En die stond daar heel erg voor open. En die had echt zoiets van... oh ja, inderdaad, dat hij gelijk morgen vegan ging eten. Absoluut niet. Maar hij was echt tot denken aangezet over iets waar hij nog nooit bij stil had gestaan. Nee. Dus dat is, En hoe logisch is dat? Ik bedoel, ik zeg altijd, wat leren wij op school? He, wij leren topografie, wij leren geschiedenis, wij leren rekenen en taal en zo. Terwijl we leren niks over fundamentele zaken als ademhalen, communiceren, relaties, eten, slaap. Het is super belangrijk voor je gezondheid, maar we leren er helemaal niets over. Dus doen we gewoon eigenlijk wat
wat iedereen doet. Hè? Ik noem dat altijd, ja, dan gaan we eigenlijk slaapwandelen door het leven. Maar hoe logisch? Hoe logisch? Dus ja, je moet eigenlijk een beetje het geluk hebben, hè, dat die kennis op je pad komt. Dan moet je een beetje geluk hebben dat je een bepaalde bewustwording hebt. En die kennis gecombineerd met bewustwording, die creëert altijd eigenlijk een keuzemoment. Maar zolang je ja, die kennis dus niet hebt over dat milieu of dat dierenleed of die gezondheid, ja, hoe kunnen we dan verwachten dat mensen kiezen voor plantaardig? Nou, moeten we wel even constateren, misschien niet 100% plantaardig, dat voor veel mensen, daar komen zo op, te extreem. Maar de beelden, nou ja, op dit moment super actueel. Er zijn weer weet ik hoeveel beelden van de slachthuis in Westvoort, heet het geloof ja. ik, naar buiten gekomen, van de varkensindustrie, op het RTL Nieuws. Je kan toch bijna niet meer concluderen dat mensen dit niet weten? In Nederland dan? Nou, ik denk dat A, je kunt eigenlijk alleen maar zien waar je het ook een beetje mee eens bent, hè? Ja. Dus als je biased. Ja. Hebben we toch wel die verhalen van vroeger dat mensen zaten op een onbewoond eiland en er kwam er een zeilschip aan, maar ze hadden nog nooit een zeilschip gezien. Dus ze zagen het ook niet. Oh, wauw. En ik denk nou ja, maar je hebt ook gelijk. Aan de andere kant groeit dus die bewustwording nu ook ontzettend snel. En we gaan steeds meer zien van, ik eet geen biefstuk. Nee, dit is spiervezel van een koe. Ja, precies. En dus ik eet geen visstick. Nee, ik eet de spiervezels van een vis. Ja. En dat begint nu ook door de jeugd, denk ik wel. En menstruatie van een kip. Ja, ovulatie. Ovulatie van een kip, ja, precies. Maar, hè, dus we beginnen nu op een andere manier. We beginnen steeds meer door te hebben van, hey, het is eigenlijk best wel gek dat ik heel goed voor de hond zorg, maar een even intelligent varken, ja, dat eet ik s'avonds gewoon op. En die koppeling, die zien we steeds vaker. Ja. Maar dat je die niet ziet, dat snap ik ook. Ik bedoel, zie jij ooit op een verpakking van een pak melk of een stuk vlees een blije koe zie ik. Je ziet een blije koe. In de wei. Ja. En zelfs, ik heb dat weer gezien bij activisten dan, dat zelfs die varkens die dan zogezegd verschrikkelijk behandeld zijn, ik zal de details mensen besparen, maar goed. En dan zag je op de achterkant van die vrachtwagen letterlijk een blij varken. Ja. Dus dat is hoe het geframed wordt. En er zijn miljoenen varkens nou, in Nederland. Ik weet niet waar ze zijn, want ik zie ze niet. Nee, ik zie ze pas weer in de supermarkt in stukjes. En dat is natuurlijk onwijs, daar is bewust voor gekozen. Want zodra wij die koppeling wel maken, en wij maken die koppeling bijvoorbeeld, ja, dan krijg je die meer door je strot. Ja. En dan zie je ineens hoeveel pijn. Ja, en toch, ook niet door Janneke hoor. Want er zijn toch ook mensen die het echt wel weten. Neem mijn eigen ouders. En I don't blame them. Ja. Maar ze weten het en toch doen ze het. Dus het is of ze. Ja, maar daar hebben we het net over gehad. Dat is natuurlijk super simpel te verklaren. Die hebben blijkbaar meer plezier rondom dat stukje vlees gekoppeld dan pijn. Ja. Dus gemak. Weten ze hoe ze op een andere manier moeten koken? Weten ze hoe ze op een andere manier aan die voedingsstoffen moeten komen? Dat, blijkbaar is die kennis er niet. Ja. He, dus er zit zoveel plezier rondom dat stukje vlees. Er is ook wel een beetje pijn. Maar de plezier weegt veel zwaarder dan de pijn. Ja, op die manier. Ja. Dus, en ook waarschijnlijk op het moment dat ze met een bordje voor de tv zitten en het nieuws komt dat die varkens zo behandeld worden, dan zal dat nog meer pijn doen. En dan zal je misschien zelfs wel denken van, nou, ik hoef niet meer. Dan wanneer je het inderdaad niet ziet op hetzelfde moment. Ja. Dat helpt ook dus enorm. Dus nu is het ja, maar niet jouw taak, want het zijn je ouders. Nee, maar sowieso niet mijn taak. En ik ben er ook van overtuigd. Maar nu is het gewoon afwachten eigenlijk wat er gaat gebeuren. Ja. Wat gaan ze doen? Gaan ze actief zoeken naar heel veel redenen die het zou kunnen goed praten, zeg maar, om het wel te doen? Of gaan ze actief zoeken naar redenen om het niet te doen? Maar nu komt waarschijnlijk het leukste. Ze zijn daar helemaal niet mee bezig. Nee. Want Het, en dat is wel een heel ander leuk ding. En dat, die functie die vervult eten voor heel veel mensen. En daar hadden we het zo straks ook over. En het begint al op de basisschool. En dit is denk ik best wel belangrijk. En iets wat heel veel mensen zich niet realiseren. Maar wel, ja, vind ik een
ontzettend belangrijk inzicht is. Maar we zitten de hele dag op school. Hè? Dat begint al als je 3,5, 4 jaar bent. Hè, je moet goed opletten. Je moet goed je huiswerk doen. En je concentreren. Misschien op iets wat je niet per se heel leuk vindt. En dan gaat de bel. Het is pauze. Je mag ontspannen. Je mag iets leuks doen. En wat mag je ook? Eten. Dat gekoppeld, ja. Eten. Oké. Nu gaan we werken. We moeten de hele tijd kutklusjes voor ons baas opknappen. We moeten ons concentreren. We moeten ons inspannen. En dan is het 12 uur. Wat mogen we doen? Ontspannen. Het is pauze. We mogen ontspannen. We mogen even lekker met elkaar kletsen. We mogen eventjes helemaal... En wat gaan we ook weer doen? Eten. Dus al vanaf dat we 4 jaar oud zijn, hè, zit eten gekoppeld aan even ontspannen. Ja, even... uit eten gaan natuurlijk, dat is ook vaak... Precies, maar even gedachteloos, lekker kauwen, slikken, proeven en even heel lekker onbewust genieten van eten. Ja. Nou, en dan komt die veganist. Ja. Dus iets wat jij gekoppeld hebt aan even heerlijk onbewust. Even niet denken aan je werk. Hè? Even niet denken aan je taken. Even niet denken aan je zorgen. Maar gewoon even proeven, slikken, kauwen. Ja. Lekker onbewust. Heerlijk is dat toch? Even nergens aan denken. En dus dat heb je allemaal onbewust gedaan. En dan ineens komt die veganist. En die gaat ineens dat eigenlijk allemaal vragen over stellen. Hey, ja. Waarom eet jij wat jij eet? Ja. Hey, waarom doe jij wat je doet? En je hoeft niet eens de vraag te stellen hoor. Gewoon het al doen. Precies. Drukt al op een knop bij mensen. Precies. Want ze hebben iets altijd op de automatische piloot gedaan. Ja. Dat is super prettig. Daar zijn we ons helemaal niet van bewust. En dan komt die veganist en die gaat dat ineens helemaal in het licht zetten. Ja. Dus die gaat al jouw onbewuste gedrag, wat zo heerlijk is, wat zo ongelooflijk verdooft eigenlijk. Hè? Want we eten ook heel vaak dingen die ongezond zijn. Met als gevoel dat we, dat lichaam, dat is, dat wordt vaak ook helemaal zwaar. Dat neemt ons helemaal over. Dat hele verteringsproces is zo gigantisch zwaar dat alle aandacht moet daar eigenlijk naartoe. En dan komt die veganist en die zet dat allemaal in het licht. En die gaat onbewust jou eigenlijk vragen, waarom doe jij wat je doet? Ja, wat denk je? Is dat leuk of creëert dat weerstand? Dat verschilt ook weer heel erg per persoon. Maar bij veel mensen creëert het ook wel een beetje weerstand. Of het laat in ieder geval... We vinden het sowieso net zo leuk om moeite te moeten doen. Dat is de mensen liever lui dan moe. Dus je moet er even over gaan nadenken. En dat aan zich is natuurlijk ook wel een negatieve ervaring. Dat kan een negatieve ervaring zijn. Hè, tenzij je superveel zelfvertrouwen hebt. Hè. Mensen met heel veel zelfvertrouwen. Die zijn super onderzoekend. Ja. Super nieuwsgierig. Die gaan nu direct zeggen van... Wauw, kun je ook op een andere manier eten? Is er ook een andere keuze? Vertel me. Ja, en waar ik ook nog even aan moet denken is, dat zal niet voor iedereen gelden misschien, maar eten is voor veel mensen ook een manier van identiteit uitdrukken. Denk aan de man achter de barbecue. Dat vind ik ook wel zo'n mooi voorbeeld. Super mannelijk. En dat valt ook weg. En daarmee zeg je ook op een bepaalde manier van, oké, dat is dus niet... Ik vind het persoonlijk niet mannelijk of zo. Om een man achter een barbecue te zien. Maar dat zal die persoon misschien anders zien. Of denk aan hogere klasse. Als ik denk aan oesters, champagne, caviar. Dat is een bepaald soort mens wat dat soort dingen eet. Ja. Dus dat is ook nog een manier, die een functie Absoluut. Die eten vervult. En dat doen veganisten daar ook aan mee. Want het is hippievoer, weet je. Dat is ook identiteit. En vegetariërs. Ja, prachtig hè, hoe dat ego werkt. Dat zet allemaal hokjes eigenlijk om bepaald iets. Hè, waar je dan jezelf aan koppelt. En en je zei het net heel mooi inderdaad. Bijvoorbeeld ook caviar. Nou, dan laat je indirect zien van status. Wie jij bent. Ja, en, de Rolex, zeg maar. Hè? Van, je hoeft niet de Rolex te kopen om de tijd te weten. Ik heb wel een grap trouwens. Schiet me ineens te binnen. Ik ging laatst naar de supermarkt. Ik ben de naam zelfs vergeten. Daar kwam ik nooit. En dan gingen we even op zoek naar de biologische kikkererwten en linzen. En op dat potje linzen... Dat was van Plus Bio of zoiets. Ja, Bio Plus. Bio Plus. En daar stond op caviar voor de armen. Serieus? Oh, heerlijk. Wat een heerlijk marketing, bro. Ja, prachtig. Maar wat jij zegt, dat klopt helemaal. En wat mensen ook nog doen, mensen identificeren zich ook met wat ze in het verleden hebben gezegd. Hè, dus...
top. We hebben hier het potje caviar. Ja, het wordt eventjes aangereikt. Ik zal er een foto van maken, dan kan ik hem erbij zetten. Oh ja, dat is leuk. Top. Mensen identificeren zich ook heel erg met wat ze in het verleden hebben gezegd. Dus stel je voor, jij bent iemand die zijn hele leven heeft geroepen... Ja, konijnenvoer, dat eet ik niet. Ja. Vegetarisch eten is voor slappelingen, voor mietjes, voor homo's, weet ik veel wat voor dingen. Voor vrouwen. Oh, voor vrouwen, ja, natuurlijk. Voor vrouwen, voor boomknuffelende vrouwen, ja. Voor hippies. Ja, dat klinkt natuurlijk niet per se heel erg aantrekkelijk om dan vervolgens te zeggen... Hé, jongens... Nou, ik heb nieuwe informatie opgedaan. Ik word vanaf nu ook een boomknuffelende hippie, weet ik veel, vrouw. Weet je, dat doe je niet. Nee, dus het klopt. Alleen, dat houdt je wel in een bepaald kader. Dat houdt je klein. En dat is het tegenovergestelde van groei. En er is niets belangrijker voor geluk dan groei. En dat betekent dus dat je... in een veilige setting bent waarin onvoorwaardelijk van jou wordt gehouden en waar dus indirect wordt gezegd van jij mag terugkomen op wat jij mag nieuwe inzichten opdoen. Ja. Je mag ontdekken. Je mag nieuwsgierig zijn. Hoe zei die meneer dat ook alweer? De leerling? De gelukkige leerling. De gelukkige leerling, ja, wat was het? Voelt geen schuld als hij leert. Die, ja. Die moeten we even quoten van, ik weet zijn naam niet, maar de meneer van Cursus in Wonderen, zei dat. Ja, die man die geeft, ja, die, hoe zeg je, ja. Ik zal de podcast linken. Ja, leuk. Dan kunnen mensen terugluisteren. De gelukkige leerling kent geen schuld. Als hij aan het leren is. Ja, hoe fantastisch is dat? Kunnen we meerdere facetten van het leven overigens... Hoe fantastisch is dat? En leren is groei en groei is geluk. En dat zie je dus ook heel vaak. Hè? Dat zie ik bij ons twee ook terug. Wij zijn gewoon opgegroeid met vlees, vis en zuivel en eieren. Maar je doet ontdekkingen. Die ga je toepassen. Je gaat leren. Ja, en voor ons... is dus de veganistische keuze ook een en al eigenlijk geluk. Want het brengt je fantastische dingen. En daar schreef ik laatst ook een blog over. En wat nog wel het mooiste bijkomende effect is dat zelfvertrouwen. Hè, want eigenlijk, het is nog de norm in Nederland om wel broodjes, kaas en vleeswaren te eten. En als jij dus als enige kiest om dat niet te doen... Ja, dan moet je best wel op jezelf kunnen vertrouwen. Ja, en dan komen we natuurlijk ook bij dat afwijken van de norm is natuurlijk heel eng voor mensen. Dat zit diep in ons geworteld. Dat afwijken van de norm, je gaat mee met wat iedereen doet. En sommige mensen die zijn dapper en die doen het dan niet. Omdat die ervaren dat als ze kiezen voor de verbinding met zichzelf... dat ook betekent dat ze nog steeds verbinden met de groep. En juist veel meer... Ja. En dat is het leuke, maar dat moet je wel ervaren. Dus je moet durven voor jezelf te kiezen en vervolgens ervaren, hè, succeservaringen opdoen, om dan te voelen van ik kies hier voor mezelf, ik creëer ruimte voor mezelf en ik kan nog steeds verbinden met de groep. En het leuke is, omdat ik kies voor mezelf, mag een ander ook kiezen voor zichzelf. Dus de band wordt veel eerlijker, wordt veel echter. Ja, dat is fantastisch. En dat is natuurlijk wat heel veel veganisten ervaren. Die zeggen, hè, mensen denken altijd, oh, een leven vol met beperkingen. Hoe doe je dat dan? Kun je dan nog wel gewoon normaal leven? Ja, juist. Het wordt veel echter. Die verbindingen worden ook veel, echter. Je verbindt echt. In plaats van dat je vanuit angst... een beetje elkaar probeert geen pijn te doen... en de hele tijd op je tenen te lopen. Van oeh, zeg ik het wel goed, zeg ik het wel. Hè, dan krijg je van die krampachtige relaties, van die broeinesten. Terwijl als ik gewoon mag zeggen wat ik echt vind... als ik gewoon mag zeggen wat ik echt belangrijk vind... dan geef ik die ruimte ook aan jou. Ja, ja. Ja, dat is toch fantastisch? Ja, ik denk dat het bij heel veel mensen gaat resoneren. Hé, hey, maar jij had op je Instagram... Had jij allemaal... Ik had een oproepje gedaan. Een oproep, ja.
En dan had ik gevraagd aan mensen inderdaad van deel nou eens met ons dan je reactie die je regelmatig krijgt of geeft. Dat mag ook. Ik bedoel, er is no judgment hier. Als mensen zeggen dat ze plantaardig of vegetarisch eten, wat voor reacties krijg je daarop? En dan niet het standaard, hoe kom ik naar je eiwitten vragen? Nee, maar echt dus niet dat die fysieke functie van eten. Juist. Maar meer die andere... Die sociale functie die het vervult. En die heb ik een beetje gecategoriseerd. En laten we die eens even langslopen inderdaad. Eentje die kon ik wel vatten onder de noemer... Het leven draait om eten. eentje die ik zelf, dat was een mooie... met afgelopen kerstmis heb ervaren. Toen had ik ook een gesprek met iemand van de schoonfamilie... weer aanhang daarin. Die was gewoon een heel leuk open gesprek overigens hoor. En er was absoluut wel gewoon respect voor van beide kanten. Dus daar was niks mis mee. Maar toen kwam op een gegeven moment de opmerking. Ja, als ik alles moet opgeven. Dus vlees, zuivel en ei is alles. Dat kunnen we al concluderen. Waar leef ik dan nog voor? En ja, op dat moment stond ik ook even met mijn bek vol tanden. Maar ja, wat moet ik hier nou weer op zeggen? Maar ik heb meerdere van dat soort reacties gehad. Hoe heb je toen gereageerd? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Volgens mij heb ik het een beetje gewoon, gewoon op gereageerd van... ja, ik ervaar dat zo niet. Een heel algemeen antwoord. Dat ik niet helemaal in conclave gegaan was kerstmis. Ook ik merk niet altijd af van wat er wordt verwacht van je. Ik zou echt razend nieuwsgierig worden, denk ik dan. Ja, blijkbaar. Of, en dit is invulling, hè. Dit zijn allemaal aannames. Maar ja, ik word dan wel super nieuwsgierig. Want dan denk ik, blijkbaar gaat het hele budget voor het eten... van hem of haar naar dus die dierlijke producten. En dan ga jij even lekker zeggen, ja, dat eet ik allemaal niet. Ja. En het ging verder, hè, want het gaat ook om, ja, ik drink ook niet. En ik eet zo puur mogelijk over de dag. Dus het gaat om verder dan, laten we gewoon zeggen, het gezond eten. Ja. Maar, en om het even af te maken, andere mensen die zeiden ook, wat doe je jezelf aan? Je mist zoveel lekkers. En je moet ook genieten van het leven. Dat komt allemaal wel een beetje terug op, oké, mijn leven draait dus om eten. Grotendeels. Dat is een heel belangrijk aspect. Ja, en wat ik ook hoor, maar ben ik ook wel benieuwd naar jouw visie. Wat ik ook hoor is genieten, daar hadden we het net al een beetje over. Dat eten, dat is dus hun moment om even te genieten. Ja. Om even te ontspannen. Ja. Om even niet aan hun zorgen te denken en even niet... Ja. Dus verdoven. Ja, het is even pijn verdoven. En het is eventjes... het is even aan niks anders denken. Oh, heerlijk. Gewoon even kauwen, proeven, slikken. Dus eten is voor hun genieten. En dan wat heel leuk zou zijn... is als we vervolgens gaan inzien en gaan ervaren van... Oh, hè, want wij zijn nu ook niet aan het genieten. Maar we hebben wel een heel leuk gesprek. En we kunnen van elkaar leren. Dat hoeft niet per se gekoppeld te worden aan eten. He, dus als ze die koppeling los kunnen maken, dan zijn ze ook ineens veel vrijer. Want dat betekent dus dat je op ieder moment kunt ontspannen en op ieder moment kunt genieten. En op ieder moment het gezellig kunt hebben met andere mensen. Dan hoef je niet per se ook te eten. Want gebeurt er namelijk heel vaak, heel veel mensen hebben dit. He, dus eten is genieten. Dus genieten is eten. En we willen zoveel mogelijk genieten, dus we gaan heel veel eten. Ja. Met als gevolg dat hoeveel mensen in Nederland hebben overgewicht? De helft. Van de volwassenen dan tenminste. Bizar, hè? Ja. Dus ja, het is eigenlijk zonde. En als ik ga vragen aan die helft van... ik heb hier een pilletje voor je, dan kun je slank zijn. Nou, ik denk dat 100% hem neemt. Ja. Hè, dus dat genieten, dat komt wel... dat heeft wel een prijs. Dat genieten is eten. Is genieten is eten. Ja, dat heeft best wel een hoge prijs. Je gezondheid. Weet je, als ik vraag... Hé, wat is je tijd op de 5 kilometer hardlopen? Ja, dat kunnen ze helemaal niet. Ja. Hè, ja. Dus ze zijn dikker dan ze willen. Ze zijn minder fit dan ze willen. Dus ja, dat is wel zonde. En dat geeft wel... dat maakt je wereldje wel klein. Ja. Ja. Dat is iets om over na te denken. Absoluut, ja. Maar het is dus heel fijn als je dat lekker los van elkaar kunt koppelen. Want en je kunt op ieder moment genieten. Nou, en wat ik ook wel... dat eten, dat heeft echt wel een hele bijzondere rol, hoor. Want we hebben... laten we even uitgaan van 5 zintuigen. Ja, ja. En toch, weet je, we genieten. Niet zo van een stuk muziek luisteren of van een mooie film kijken. Zelfs een film kijken doen we nog met eten.
dat eten heeft toch een bijzondere... Die smaakpapillen hebben een bijzondere rol in onze samenleving. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, nou, stimuleren is een ander zintuig. Ja, leuk wat je hier zegt. Ik moet dan wel direct denken aan... jij bent niet voor je overleven afhankelijk van muziek. Maar jij bent wel voor je overleven afhankelijk van eten. Dat is het misschien. Dus dat willen eten, dat zit wel heel erg diep. Hmm. En de meeste mensen ervaren onbewust toch wel een gevoel van schaarste. Oeh, er is niet genoeg, hè, vanuit angst. Dus als er dan wel een optie is voor eten, dan kies je onbewust, gewoon vanuit een heel diep primair overlevingsinstinct, toch meestal voor wel eten dan voor niet eten. En onbewust, maar dat weet ik niet zeker, hè, maar onbewust kan het er wel eens veroorzaakt worden van dat het nog niet zo lang geleden is dat het geen zekerheidje was of er morgen ook weer eten was. En dat is denk ik ook iets dus pakken wat je pakken kan. Wat op generaties is meegegeven. Want ik zie daar nu wel een lichte verschuiving in, denk ik. Ik denk dat de jongeren dat al iets minder hebben. Die hoeven ook niet per se hun bord leeg te eten. Nee, precies. Dat. Terwijl de generatie die dan weer is voortgekomen uit mensen die nog de oorlog hebben meegemaakt. Dus die hebben zelf niet de oorlog meegemaakt. Ik denk dat daar het meeste is meegegeven van schaarste... jullie hebben alle kansen, pak ze. Pak wat je pakken kan. Ja, dat denk ik is een mooi inzicht, ja. Ja. Hey, en extreem, dat is ook eentje die heel veel terugkwam. Vegan is wel heel extreem, dan mag je niks meer. Mensen worden soms ook letterlijk boos, die kreeg ik ook. Je kan vandaag toch wel een uitzondering maken. Het is vandaag kerst, of het is vandaag je verjaardag, de familiebarbecue. Maar dan maak je het jezelf zo moeilijk. En deze vind ik ook nog wel leuk. Die heb ik even onder het kopje extreem gezet. Als je het hebt over vleesvervangers met mensen. Dan kan je toch net zo goed echt vlees eten. Die vond ik ook wel geestig. Ja, je ziet dan ook alweer de nieuwsgierigheid in. Van waar komt het inderdaad vandaan. Maar goed, extreem. Nou kunnen we heel erg analyseren. Is vegan extreem? Ik denk dat we kunnen zeggen de andere kant is extreem. Maar daar gaat het even niet om. Waar komt het vandaan? Dat mensen het zien als extreem. Het is natuurlijk ook heel extreem. Hè? Als jij, stel je voor, de persoon in kwestie is... Ten opzichte van de norm. Ja. De norm is wat wij normaal vinden. Ja, als jij dan een manier van eten gaat hanteren die daar haaks op staat, dan is dat natuurlijk wel een beetje raar. Ja. Dus dat is heel erg logisch. Nou, dan kun je twee strategieën toepassen. Je kunt er met gestrekt been in. En eventjes gaan zeggen van waarom de keuze van die ander nogal extreem zijn. Wordt meestal niet gewaardeerd. Nee, maar dan ga je dus die ander proberen te overtuigen. En indirect heb je ook een oordeel over elkaar. Je kunt ook kiezen voor begrijpen. En dan eens eventjes gaan inventariseren van... hoe ziet jouw ontbijt er dan uit? En waarom vind je dat zo lekker? En waar heb je daarvoor gekozen? En weet je wat het leuke is? Of eigenlijk het niet leuke? Mensen kiezen daar helemaal niet bewust voor. Weet je, de meeste mensen eten vlees omdat de meeste mensen vlees eten. Precies. En kun je nou boos op zo iemand worden? Nee. Daar kun je toch niet boos op worden? Kun je nou over zo iemand oordelen? Daar kun je toch niet een negatief oordeel over hebben? Dus daar kun je toch bijna eerder... Daar kun je toch eigenlijk alleen maar... Begrip. Je kunt die ander toch eigenlijk alleen maar begrijpen. Het is toch zo logisch dat hij die keuze maakt. Het is toch ook zo logisch dat hij dan hoe wij eten heel extreem vindt. Ja. En weet toch je wel niet gek. Wat ook wel mooi is aan wat je nu zegt. Dat heel veel mensen die inderdaad dan in gesprek zouden gaan. Heel snel gaan zitten op die of ethische argumenten of gezondheidsargumenten. Zo'n persoon is daar nog helemaal niet. Dus je kan erover praten. Die wordt net wakker van... Kun je kiezen wat je eet? Ja, exact. Ja, je kunt kiezen wat je eet. Wauw. Nou, daar hebben de meeste mensen gewoon nog nooit bij stilgestaan. Nee, exact. Ja, dat is toch al een fantastisch begin. Ja. Dat is toch een eerste stap. En weet je, ik denk dan altijd aan natuurkunde. Als jij gaat drukken, gaat die ander eigenlijk terugdrukken. En nu is een grap. Wat geloven mensen... Wat nemen mensen als eerste aan? Dat is het verhaal wat ze zichzelf vertellen. Wat nemen mensen daarna het eerste aan? Dat is het verhaal wat mensen die heel dichtbij ze staan... en die ze vertrouwen vertellen. Dus als jij
druk gaat creëren en eigenlijk gaat zeggen wat er allemaal fout aan is. Die andere persoon heeft zich daar onbewust mee geïdentificeerd. Die denkt, ik word hier bedreigd in mijn bestaan. Dus wat gaat hij doen? Die gaat tegendruk geven. Dus die gaat zeggen waarom het heel belangrijk is om vlees te eten en dit en dat. Dus die gaat alleen maar argumenten herhalen die zijn standpunt gaan bevestigen. En wat doen mensen? Die geloven het meest het verhaal wat ze zichzelf vertellen. Niet slim. Dus als veganist altijd vragen gaan stellen. Ja. Motivational interviewing. Dus ga niet, laat ze een verhaal vertellen. Vraag bijvoorbeeld, hey, heb je ook huisdieren? Ja. En wat leuk, heb je een hond? Wat heb je dan voor hond? En wat doe je ermee? En is een hond ook intelligent? Zou je hem als hij dood gaat opeten? Weet je? En dat soort dingen. Maar ja. Dus help mensen eigenlijk om wakker te worden. Ja. Ja. En dat zijn echt leuke gesprekken. En ze gaan jou natuurlijk, doordat jij vragen stelt, ga je ook weer vragen terugkrijgen. Nou hop, dan heb je de dialoog. Ja, hoe leuk is dat? Ja. Dat worstelen, dat veel mensen toch, dat wordt een soort argumentenbattle. Ja. Ja die altijd terug te voeren zijn op, ja, ethisch is het misschien beter, maar het is zo lekker. Ja, of het ja, is zonde. Een, we hebben het altijd gedaan. Normaal noodzakelijk natuurlijk. Daar komt het altijd op neer. En dat wil niet zeggen, heel af en toe kies ik ook gewoon voor het gestrekt been erin, hè? Nee, ja, dat is waar. Maar kies jij er überhaupt wel eens voor om gewoon te denken, nou, met deze persoon ga ik gewoon het gesprek niet aan? Ik ken jou een beetje. Want als je denkt, nou, laat het nu maar even gaan. Ja, natuurlijk kies je daar heel vaak voor eigenlijk. Ook op, als ik op social media kijk, wat ik voor reacties ik krijg. Oh ja, ja. Dat artikel wat ik laatst schreef voor Foodlog. Oh ja. Kun je dat uitleggen een klein beetje? Honderden reacties. Ja, nee, ja, dan reageer ik niet eens op de helft. Weet je, het feit dat ze de tijd hebben genomen om het te lezen. Dat vraag ik me af hoor, want dan kom je, dat heb ik ook met Romana van Voorst, heb ik ook gesproken. Ja. En toen zei ze, ja, ik krijg heel veel negatieve reacties, maar dat zijn eigenlijk mensen die het boek niet hebben gelezen. Die hebben maar de titel zien. Ja, prachtig. Dus dat weet ik niet. Misschien nee, het choose wel your battles hoor, daar ben ik me wel. Ik heb ook 24 uur in een dag, nou dan wil ik 10 uur van slapen. De andere helft ben ik aan het sporten, dan wil ik ook nog gezond eten en mijn business. Nee, dus choose your battles. Nee, ik... maar dat voel jij toch ook wel? Je hebt wel sensoren van, oh, dit is iemand die reageert misschien nog een beetje defensief, maar in dat hart zit ook nieuwsgierigheid. Ja, maar ik denk dat voel je heel goed. Maar je hebt allemaal wel ook die... De ene die voelt het nog beter aan, denk ik. Dus jij voelt misschien nog beter aan. Nou, hier kan het wel bij, maar ik denk dat heel veel mensen ook bepaalde mensen laten schieten die misschien potentieel wel. Ja, en heel vaak... Oh, een mooi voorbeeld. Reageer je wel eens ergens niet op. Absoluut. Ik was laatst met mijn vader uit eten in een vegan restaurant. En er zat een zakenkoppel. Dus een meisje en een man. En dat meisje was helemaal vegan. En daardoor moest die man ook mee naar het vegan restaurant. En die man die was aan het vertellen en aan het vertellen en aan het vertellen. En ik zei helemaal niks. Ik stelde gewoon vragen. En mijn vader die werd bijna op een gegeven moment zo kwaad. Zo van, ja, je laat hem maar vertellen en vertellen. En je stelt hem alleen maar vragen. En hij stelt ook geen vragen terug. Ik zeg, nee, dat is toch... Hij stelt geen vragen terug. Hij staat daar niet voor open. Ja. Dus, dit was het gesprek en daar laten we het even bij. Ja. En dat is vaak al genoeg. En dan kan het alsnog wel dat in tweede of derde instantie iemand alsnog wel heel nieuwsgierig wordt. Maar dat hoeft ook niet. Weet je, we zijn meer dan wat we eten. Exact. En die man was gewoon super gepassioneerd over zijn werk. Ja. Ja, en we zaten toevallig in een vegan-restaurant. En dat is toevallig indirect, heb ik van die hobby ook mijn beroep gemaakt. Maar... daar hoeven we het ook niet altijd over te hebben. Nou, daar sla je spijker op zijn kop. We hoeven er niet altijd over te babbelen. Nee, maar ja, ik merk het ook andersom, Janneke. Dat vind ik ook nog wel wat lastig. Mijn vriend die zei wel altijd wel een mooie opmerking van... Ja, heel veel mensen die kennen jou ook niet heel veel meer dan dat. Dat mensen met mij over niks anders kunnen babbelen. Oh, ja. Ik doe meer dan alleen maar dit, hoor. Ja. Dus dat vond ik ook wel een... Dat is dan meer iets voor mezelf. Dat je inderdaad kennelijk ook... Ja, je hebt het zelf niet zo door. Want je kent jezelf door en door ook niet altijd overigens. Maar meer, beter dan een gemiddeld mens.
dat ik denk van ja, kan je daar niks anders aan me vragen? Nou ja, maar het begint dus ook om even door iets anders te vragen aan die andere persoon. Ja. Ja, en dat voordeel heb ik wel. Ik weet nog, hè, ik zat op het Dalton onderwijs. Dus daar werd je niet alleen beoordeeld op hoe goed kun je rekenen en hoe goed kun je schrijven. Maar je kreeg ook een cijfer voor je competenties. En ik kreeg in groep 2 al een 10 voor nieuwsgierigheid en leergierigheid. Nou, dat waren echt de grootste beledigingen die ik ooit heb gekregen. Dus mijn moeder en mijn juf hebben er met man en macht aan gewerkt om mij te leren dat dat positief was. ik vond dat gierigheid of zo, dat vond ik echt een verschrikkelijk woord. Ik zag dat echt als heel negatief. Maar in ieder geval, aard van het beestje. Maar dat helpt me wel echt altijd enorm, die nieuwsgierigheid. Dus ik wil niet alleen, ja, ik weet niet, ik ben oprecht heel erg nieuwsgierig naar wat voor hond of wat voor sport of wat is je favoriete boek, wat is je favoriete film. Oh, waarom dan? Nou, hoppakee. Ja. En dan gaan mensen vertellen ja. En dat is gewoon leuk. Ja, 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 ja. Dus, mis de les voor mezelf, wees zelf ook open. Ja, is super nieuwsgierig. Ja. Wie is die persoon? Ja, 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 dat klopt. Ja, hier komt er een, die hebben we denk ik al uitgebreid gehad. Die werd ook heel veel genoemd. Ongezellig zijn, maar ook ongezellig eten. Dus het is een maaltijd zonder vlees is ongezellige maaltijd. Ja. Wat ongezellig, dan kan je nooit normaal uit eten. Het lijkt me zo eenzijdig. Dat is ook een leuke, hè? Ik eet zuivel in 3 vormpjes op een dag. Ja. Maar dan eet ik echt heel veelzijdiger dan... Fantastisch is of tarwe, dat is misschien nog wel beter. Hè? We lunchen met, of we ontbijten met, weet ik het, cornflakes. Nou, muesli, 's middags brood en 's avonds pasta. Ja, muesli, brood, pasta. Ik eet heel gevarieerd. Ja. Je eet 3 keer tarwe, maar het heeft 3 keer een ander vormpje. Ja, ja, dat is het gebrek aan kennis. Ja, jee, ja, dus ja, dat kun je mensen niet kwalijk nemen. Nee, absoluut niet. En als je dan zegt, ik eet alleen maar fruit en planten, denken ze, oh, eet je alleen maar appels en bananen? Ja, want dat eten zij. En sla. Ja, dan is dat logisch. Dat of sla met bonen. Eet je alleen maar sla met bonen? Nee, maar daarmee laten ze wel zien dat ze nieuwsgierig zijn. Ja. Dus dat is al een openingetje voor een leuk gesprek. Maar ja, wat dus eigenlijk die veganis doet, die maakt iets wat we onbewust doen en waar we dus eventjes lekker in kunnen ontspannen. Iets waar we dus ook niet te veel over na willen denken. Die maakt dat ineens heel bewust. Ja, dat creëert weerstand. Dus dat is logisch. Dus benoem dat soms ook. Weet je, dan zit je al even... Hallo, we zijn beide mensen. We zijn beide bezig met pijn vermijden, plezier optimaliseren. Hey, wat leuk. We hebben er beide andere strategieën voor. Vertel eens over die van jou. Nou, ja. En dan moet je mensen ook een beetje helpen, hè? Want ze zijn er vaak helemaal niet van bewust. Dus dus je bent verdrietig. En wat wil je dan dat die chocola voor je doet? Nou, en dan gaan ze vanzelf wel eindigen met de opmerking van... honger was helemaal niet het probleem. Maar ik wilde het wel oplossen met eten. Ja, dat gaat dus niet werken. Nee. Dus ik zeg altijd, als honger niet het probleem is, is eten niet, niet de oplossing. Ja, moet je wel even bewust van zijn. Ja. Dus waar wil je voor vluchten? Wat probeer je krampachtig vast te houden? Hè? En met vluchten bedoel ik dan, hè, waar we het in het begin ook over hadden, die chocola. Wat was jouw vraag nou? Jouw vraag was... Mijn vraag? Dat was, oh, niet meer gezellig? Ja, ongezellig ging dit over. Dus mensen zeggen van, wat ongezellig, of wat is het eten, de maaltijd zelf ongezellig. Dus niet... kijk, alcohol is ook vaak als je daar niet aan meedoet. Ik ben vaak die ongezellige. Oh ja, ja, ja. Lokke is altijd de ongezellige. Oké. Okay. Per definitie. En ik moet ook eerlijk zeggen, alcohol is natuurlijk ook dat dronken effect. Dat je op een gegeven moment inderdaad van kan denken, wat doe ik hier eigenlijk? Dus daar zit misschien nog een kleine kern van waarheid in. Als je niet meegaat in die flow, dan komt er wel een hele andere ervaring. Iedereen, het is niet prettig om bij allemaal dronken mensen te zitten, maar dronken zijn tussen dronken mensen. Ik kan me gewoon voorstellen dat het misschien wel heel... Ik weet het niet, want ik ben er dronken geweest, maar dat is misschien wel heel erg een beleving. Je gaat echt wel naar een andere dimensie. Maar ook dat mensen zeggen, dat vind ik wel opvallend. Dus echt een stukje vlees bij de maaltijd is een gezelligere maaltijd. Gewoon per definitie dan een maaltijd vol kleur. Ja, haal dat stukje vlees nou eens weg.
ja, dan is het een ongezellige maaltijd. Dan liggen daar toch alleen maar van die verschrompelde boontjes met wat van die doorgekookte aardappelen. Dat is toch niet gezellig? Ja, dat flirt de boel voor mensen nog een beetje dat op. Dan is dat toch heel logisch. En dan komt Lopke aan en die haalt even dat stuk vlees weg. Nou, A, hun bord is voor de helft leeg. Ja. Er is niks meer om even lekker op te kauwen. Er is niks meer om even lekker... Van te genieten. Van te genieten. Dus het is eigenlijk een hele logische reactie. Ja. En dan is de truc van hoe maak je iemand nieuwsgierig en onderzoekend naar wat er nog meer voor opties zijn op je bord. Ja, dan wordt het leuk. Want die zijn er in een overvloed natuurlijk. Ja, wat ik zelf altijd, dat komt daarna ook die eenzijdigte bijgezet. Dat mensen altijd zeggen van wat ongezellig. Want ze hebben ook het gevoel dat je inderdaad elke dag hetzelfde eet. Want bonen is voor heel veel mensen één ding. Er zijn meer bonen dan er dieren zijn om op te eten. Ja. En er zijn meer groenten en fruit om uit te kiezen dan dat er dieren... Maar ja, wij blijven bij appels en bananen en mandarijnen hangen. Ja. Ja, en dan... Daarom heb ik die lijst van overvloed. Die staat op mijn website. Dat is een PDF-bestandje. Zal ik ook even linken dan. Ja, en dan heb ik alle fruitsoorten die je in een reguliere supermarkt kunt kopen. Alle bladgroenten, alle andere groenten. Alle kruiden. Alle kiemen. Alle zeewieren. Joh man, je leven is te kort om alles te proberen. Ja, eigenlijk wel hè. Maar ja, dan moet je dat wel even op je pad krijgen. Ja, van wie moet je dat leren? Op school leer je het niet. Van je ouders kun je het niet leren. Nee. Van je opa en oma ga je het waarschijnlijk niet leren. Dus dan moet je het geluk hebben dat er iets in jou naar dat pad toe manoeuvreert. En waar je dan ineens dat boekje leest waar dat in staat. Of ineens naar die podcast luistert waar er verteld wordt dat jouw leven te kort is om alle fruitsoorten die er op de aarde zijn te proberen. Ja. Ja. Ja, dit maakt wel een... maakt wel sens. Leuk. Nou ja, ik denk dat we het kunnen samenvatten als pijn en plezier. Dat zijn de mechanismen die veroorzaken... die onbewust eigenlijk sturen welke keuze jij maakt. En wat dus ook veroorzaakt dat iedereen een andere keuze maakt. Dan is die tweede dus verbinden met de groep. Hè, dus om... We zijn zo lang afhankelijk van verbinding met de groep... dat zelfs als we volwassen zijn en eigenlijk daar niet meer van afhankelijk zijn... we nog steeds heel vaak kiezen voor verbinden met de groep... ten koste van de verbinding met onszelf. Hè, dus waarom eten we hier gebak? Niemand vindt het eigenlijk lekker. Iedereen vindt het ongezond. Van die goedkope gebakjes ook vaak. Ja, van die smerige dingen. Maar waarom doen we het? Want niemand durft nee te zeggen. Want als ik nee zeg tegen dat gebak... ja, zijn mensen bang dat ze indirect ook nee zeggen tegen die persoon... Ja, want dat is natuurlijk dan inderdaad een beperkende overtuiging. Maar het klopt ook gewoon niet. Het klopt helemaal niet. Het klopt totaal niet. Maar als ik jou ga vragen, dan gaat het wel in 9 van de 10 bedrijven gaat het zo. Ja. En iedereen zit daar tegen zijn zin in gebak te eten. Ja. Je zegt het ook zo droog. Nou ja, en dan is die laatste denk ik wat heel interessant is om je te realiseren. En je bewust van te zijn... dat welke functie wil jij dat eten voor jou vervult? Nou, voor mij, ik wil gewoon dat die een fysieke functie vervult. Oftewel, het is mijn brandstof en het is mijn medicijn. Ik ga dus niet eten voor de gezelligheid. Ik ga ook niet eten omdat ik me verdrietig voel of zo. Of omdat we iets moeten vieren. Of omdat... mijn oma was laatst ook echt beledigd. Die had speciaal voor mij appeltaart gebakken. Ja, sorry, maar ik heb net geluncht. Ik hoef het niet. Hoe ga je er dan mee om? Ja, gewoon, ik heb net geluncht, ik hoef het niet. Jij voelt je ook, zeg maar... Dat nou, maar ik heb het speciaal voor jou gebakken, ja, weet je. Jij voelt je niet verantwoordelijk voor haar gevoel. Ja, natuurlijk ben ik toch ook niet? Nee, dat ben je niet, maar je voelt het ook niet zo. Ik ben het niet. Natuurlijk vind ik het vervelend dat zij dat vervelend vindt. Maar ja, dat ga ik niet oplossen. Dat gaan we allemaal niet oplossen door dan toch maar dat stuk op te eten. Nee. Want dan voel ik me straks ook nog eens vervelend. Omdat ik appeltaart heb gegeten met eieren erin, wat ik helemaal niet wil. Nee, dus het lost toch helemaal niks op? Nee, maar dat is voor veel mensen een eye-opener. Jij bent al wat verder. Maar jij bent niet verantwoordelijk voor dat gevoel van iemand anders... wat nee, die krijgt als jij afgewezen wordt. Maar jij bent ook niet niemand. Je bent alleen verantwoordelijk voor je eigen gevoel. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dus, ja. En kijk eens dus bij jezelf, tenminste als je dat interessant vindt... van, eet ik nu omdat ik echt honger heb? Of eet ik nu omdat ik eigenlijk heel moe ben? Of omdat ik heel koud ben? Ja, grappig, gisteren was mijn moeder hier. En ik had 13,5 kilometer hard gelopen. Dat is een afstandsrecordje. Kijk. En mijn moeder die was meegegaan op de fiets. Maar omdat het zo mooi weer lijkt...
had ze dus ook geen sjaal om en geen handschoenen aan. Dus die was helemaal koud toen ze thuis kwam. Nou, wat gaat ze doen? Even eten. Ja, ze had zo koud. Even weer warm worden. Ja. Dus daar vervulde eten de niet de fysieke behoefte van honger of dorst, maar om op temperatuur te komen. Terwijl daar heb je ook hele andere trucjes voor. Je kunt ook even een trui aantrekken of even gaan bewegen of 20 air squats gaan doen. Dan heb je het ook wel weer warm. Ja. Dus ga bij jezelf onderzoeken van, is honger hier wel echt een probleem? Nou, als het antwoord dan dus nee is, dan is de tweede vraag, welke functie wil jij dat eten nu voor mij gaat vervullen? En dan is de derde vraag, kan die dat? En dan is het antwoord eigenlijk altijd nee. Maar dan begint het dus, hè? Want dan kom je dus op het punt dat je dus niet een chocoladereep gaat opeten om die pijn te onderdrukken. Maar dan moet je wel echt onder ogen zien van, waarom voel ik me verdrietig? Wat is hier aan de hand? En dan begint het werk. Maar ja, dat is leuk. Dat is het leuke, ja. Komt vaak ook weer neer op kwetsbaar opstellen, want dan moet je dat echt... Je moet met de billen bloot. Ja, exact. Je moet met de billen bloot. Je dat moet aan jezelf werken. Ik verwacht ook niet dat je van 0 naar 100 kan gaan. Dat is over het algemeen niet zo. Nee. Slow and steady wins the race. Precies. Zelfs de allerbeste bergbeklimmers dalen al voordat ze de top bereiken. Exact. Ja. Zo is dat, ja. Ik denk dat mensen hier wel weer even genoeg handvatten hebben. Denk ik ook. Genoeg stof tot nadenken. Ja, leuk. Dankjewel. Ja, ik denk tot nummer 3, wie weet. Oh, dat zou gaaf zijn. Hey, dank je. Zo, dat was Janneke van der Meulen round 2. En zoals ik in de intro al zei, Janneke van der Meulen en ik die sparren eigenlijk sinds de eerste podcast die we hebben opgenomen best wel vaak. Telefonisch, face-to-face, via WhatsApp, noem het maar op. En we hadden het erover, het is best wel zonde dat al die gesprekken verloren gaan eigenlijk. Want er zit best wel veel waarde in voor iedereen. En dat heeft ons doen besluiten dat we ook vaker samen YouTube-filmpjes gaan opnemen. Daarvan staat er inmiddels al eentje online. Heb je nou zoiets van, wat een inspirerende dame, en geloof me, dat is ze. Ik wil daar ook allemaal van op de hoogte zijn. Dan zal ik zeggen, abonneer je even op mijn YouTube-kanaal. Dat is gewoon Lopke Vaassen. Nogmaals, er staat al een video van ons samen online en er gaan dus veel meer komen. Maar dat zie je vanzelf wel voorbij schieten dan. Als je je abonneert tenminste, want dan krijg je daar vanzelf een melding van YouTube. Tot slot, vergeet de sponsor niet. Yogi en Youssef, lekkerste dadels en dadelproducten. Reken af met de code LOPKE10. En tot slot, nu heb ik echt eventjes geen podcastaflevering meer op de plank liggen. Ik heb wel afspraken gepland staan, maar het hangt helemaal af van de maatregelen omtrent corona, wanneer ik weer mensen één op één mag spreken. Dus ja, daar wachten we maar gewoon braaf op. En als het heel lang duurt, dan ga ik eens overwegen om misschien online gesprekken op te nemen. Maar geloof me, de magie van een podcast, de sfeer, de interactie, de connectie met de gast, die wordt veel beter gewaarborgd als je mensen één op één spreekt dan via een digitale verbinding. Dus, nogmaals, ik wacht het gewoon eventjes af. En ik hoop dat jij samen met mij dat geduld kan opbrengen. Er staan mooie gasten op de planning. Het is alleen nog eventjes afwachten wanneer ik ze mag gaan spreken. Ik wens jou voor nu in deze periode echt heel veel sterkte. Het is een rare tijd om er maar even een cliché in te gooien. Maar clichés die kloppen vaak wel. Dus heel veel sterkte van mijn kant. Maar ik hoop je met mijn content, zoals deze podcast, maar ook via Instagram en YouTube, een klein beetje verlichting te kunnen geven in deze tijd. Goed, tot de volgende aflevering. En nogmaals weer heel erg bedankt dat je naar deze aflevering hebt geluisterd.